Ja, het was zeker een spektakel vandaag, man. Voor de voetbalkijkers. Alleen teleurgesteld. Je geeft de wedstrijd weg in de laatste 2 minuten. We zijn niet scherp genoeg en dan geef je die wedstrijd weg. Terwijl er gewoon niks aan de hand is. Je staat 2-1 voor. En we hebben kansen zat om de wedstrijd af te maken. Dat doen we niet. En zo krijg je 2 doelpunten tegen en dan verlies je hem. Wat gaat er door je hoofd bij die eerste doelpunt? Bij de 1-0 van ons bedoel je? Ja, verdiend. We komen op 1-0 voorsprong. Niks aan de hand. En ja, proberen zoveel mogelijk kansen te creëren om naar die 2-0 te gaan. Lukt niet, ze maken uiteindelijk 1-1. Wij creëren heel veel kansen. We maken die 2-1 uiteindelijk. En ja, het is jammer dat je je wedstrijd zo weggeeft. Ja, het was een wedstrijd op hoog tempo. Maar wat ging er mis in de laatste minuten? Ja, ik denk de focus. We waren niet gefocust in de laatste paar minuten. En hun spelen met meevoetbal aan de keeper. En ja, we zijn even niet scherp en ze scoren. En ook bij die corner. Ja, we letten niet goed op en dan krijg je de 3-2 om de oren.